het rijden met de Micromet McQueen. Daarvoor gaan we naar de site van techniek klas 2. En in de techniek klas 2 gaan we weer naar MakeCode. En in MakeCode die maken we weer even groter. En daar kiezen wij een nieuw project. En dat nieuwe project wordt nu gestart. En daar is die al. En als we dan een nieuw project kiezen, dan moeten we dat project voor de McQueen gereed maken. Voor het gereed maken van de McQueen moeten we het volgende gaan doen. We moeten namelijk de McQueen hier toevoegen. Dan gaan we naar geavanceerd. Dan ga je naar uitbreiden. En dan klik je bovenin, klik je in McQueen. Gewoon op je toetsenbord McQueen. En op dat moment geeft hij hier McQueen aan. Daar klik je op en op dat moment gaat hij de blokken laden. Dat duurt weer even. En je kunt zien dat de McQueen hier geladen is. Wat gaan we doen? We gaan weer invoeren zoals we gewend zijn. Oftewel, we pakken hier een blokje met nummer A. Daar kan ik hem namelijk starten. Die andere twee heb ik nu niet nodig, dus die gooi ik weg. Ik wil de McQueen laten rijden. Nou, dan pak ik hier de motor. Dat is deze. En ik kan hier die left kan ik veranderen in right, maar ook in all. Dat betekent dat beide wielen gaan rijden. Hij gaat forward, oftewel vooruit. En ik kan de snelheid aanpassen. Nou, dat kan naar 255, maar ik ga niet zo snel naar ongeveer 100. Ga ik. Wat moet ik dan doen? Dan moet ik hem laten pauzeren. Dat pauzeren dat zit nog altijd op dezelfde plek. En dat is even zoeken. Die pauze zit hier bij basis uiteraard. Daar zit de pauze, daar zit hij al. En dan laat ik hem een seconde lang laat ik hem rijden. En wat ik dan wil is dat de motoren een rondje gaan draaien. Nou, dan pakken we de motor. Die plakken we eronder. En we pakken nog een motor. En die plakken we er ook onder, op deze manier. En dan maken we van dit wiel maken we dan een rechterwiel. De snelheid, die passen we weer aan. Deze gaat gewoon nog altijd ongeveer 100. En het onderste wiel, die laten we ook 100 gaan. Dan zou die dus gelijk gaan, want hij is allebei op vooruit. Nou kunnen we dit blok ook weer op achterwaarts zetten. Dus dat gaat het ene blok vooruit en het andere blok gaat achteruit. Ook hier moeten we weer een pauze invoeren. En die pauze die komt hieronder weer te staan. En daar zetten we bijvoorbeeld bij 2 seconden. En op dat moment wil ik ook hebben dat dan weer iets gaat doen. De motoren moeten stoppen. Zou je dat niet doen, dan blijft hij doorrijden. En dan zie je deze pauze dus niet. Dus McQueen, de motoren left stop staat er nu. Nou, je ziet al aan het blokje dat je dat ook weer kan veranderen. All, stop. Nou, dit programma gaan we weer opslaan. Dus we maken een titel. En dan noemen we McQueen rijden. En die slaan we dan op. Oké, hij is weer op dezelfde manier opgeslagen als altijd. Het bestand gaan we er weer op zetten. Daarvoor pakken we deze weer. Ik ga altijd even naar downloads, want ik doe het namelijk via de site. Hij heet hier McQueen rijden 2. En op dat moment gooi ik die hier in de microbit. Dan zie je dus vanzelf dat hier dat dingetje weer gaat lopen. Hij had hem gedaan. En op dat moment kunnen we gaan kijken wat hij gaat doen. Deze mag er weer uit. En op dat moment zal ik ervoor zorgen dat jullie ook even kunnen meekijken. De McQueen, die hebben we nu in beeld. Achterop de McQueen kun je hem aanzetten. En ik had gezegd dat hij met knop A het moet gaan doen. En hij doet het. En de motoren stoppen. Succes ermee!